Yo gasten, leuk dat je weer kijkt naar het YouTube kanaal van Redux Gaming. Ik ben Gijs en ik heb vandaag een build voor jullie. We gaan vandaag bouwen een Redux Gamer Extreme i250 en daarbij staat de i natuurlijk voor Intel. Dit is een build van uit mijn hoofd €2900 en ja, mooie onderdelen die natuurlijk bij die prijsklasse horen. Laten we beginnen. Tot zo. Nou, laten we beginnen met wat er nodig is voor het bouwen van een PC. Ik heb een Stanley mesje om doosjes open te maken, tangetje om tie-ups mee af te knippen en eventuele andere dingen. Een grote schroevendraaier voor het meeste werk en dan een fijnere schroevendraaier voor de NVMe SSD en misschien nog iets anders wat we tegenkomen. Natuurlijk een hamer. Ik vind deze van Werkman heel fijn. Die doet het perfect voor mij. En dan hebben we nog een stapeltje tie-rips om dadelijk alle kabels mee weg te werken. En natuurlijk een lekker kopje koffie. Dan gaan we door naar het bouwen van een PC. Ik vind het fijn om altijd alles even een beetje uit te pakken, zodat ik alles binnen handbereik heb. Dus dat ga ik eerst even doen. Dus waarschijnlijk komt hier nu een... Goed, moederbord is een MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon. Prima bord. MSI heeft goede power delivery naar de CPU. Voor de prijs staan ze wel bekend om. En ja, wij houden gewoon van MSI. Ziet er lekker uit. RGB, koffertje voor de M2 en zo. Super nice. Dan ga ik nu de i9-9900KF installeren. Het is een 8-core processor met multithreading van Intel. Natuurlijk een van de snelste chips voor gaming, zij het niet de snelste chip voor gaming op dit moment. Het gaat als volgt, ik doe die arm los, komt het klepje omhoog, dan leg ik de chip erin. Zoals je ziet heeft Intel de pinnetjes in de socket, waar AMD de gaatjes in het socket heeft. Nou, Intel heeft een soort van gaatjes op de chip. Dus dat gaat daar zo in. Kijsje. Gaat daar zo in. Altijd even zo een beetje aaien. Kijken of die goed ligt. Nou, hij ligt goed. En dan gaat hij zo dicht. Komt deze eraf. Maak je hem hier vast. En dat was hem. Dan ga ik meteen even verder met het werkgeheugen. Mooi Corsair RGB werkgeheugen op ik denk 3200 MHz. Ja. En het is 32 gig. Maar het zijn wel maar twee DIMMs, dus je kunt het nog upgraden naar 64 gig. Als je dat later nog zin in hebt. Want er zijn dus maar twee van de vier slots bezet. En dat is natuurlijk fijn met het oog op de toekomst. Zo. Dan ga ik de NVMe SSD even installeren. Dat is een Western Digital Black NVMe SSD High Performance Gaming. Deze moet je altijd even op de goede maat zetten. Hij staat nu eentje te lang. Dit is de maat. Zo, deze nog een klein stukje aandraaien. En dan gaat die SSD er zo schuin in. Nou, dan moeten we dat proefje even hebben wat ik net uit hier. Zo. Dan duw je die plat. En dan draai je hem vast. Je hoeft die niet super strak aan te draaien als hij maar vast zit. Dat hij niet meer omhoog komt. Als je hem te strak aandraait, dan schadig je misschien het PCB. De printplaat. Nou, we hebben het grootste deel van de voorbereiding van het moederbord gedaan. Ik doe dat altijd als eerst. En ja, het is ook het meest logisch om dat als eerst te doen. Dan heb je die kleine doosjes en zo allemaal aan de kant. Maar er is nog één ding wat we kunnen doen. En dat is het voorbereiden van de koeling. Er zitten een hoop kabels bij. Dat is allemaal van RGB, maar dat hebben we nu nog niet nodig. Wat we wel nodig hebben is het volgende. Dat is dit zakje. Ho. Zetten we dit ding even in elkaar. Dat is volgens mij gewoon
Zo. Dan die erop. Zo. En dan die erop. En de laatste is 4. Komt dan hier achterop. Even die dingetjes op maat schuiven. Zo. En dan kun je daar hier even kijken. Deze dingen opschuiven. Even kijken of ik ze goed om heb. Zo. Zo. Nou, nu blijft hij zitten. Dus nu kan ik hem lekker in het moederbord zetten. En daar komen dadelijk natuurlijk deze dopjes op. Zo. Om de koeler tegen de CPU aan te houden. Voeding TX750M. Zoals de naam zegt, 750 watt. Meer dan genoeg voor dit systeem. Dit systeem zal maximaal wel 400 watt verbruiken. Maar we nemen met opzet wat meer, zodat de voeding niet zwaar belast wordt. Maakt voor de prijs niet zo heel veel uit. En dan gaat de voeding langer mee, wordt die minder zwaar belast. Hoeft die ventilator minder hard te draaien. Win, win, win. Die is semi-modulair, dus er zitten modulaire kabels bij. Maar de kabels die je altijd nodig hebt, dus de 24-pin ATX en de 8-pin EPS voor de CPU, die zitten er wel aan vast, maar ja, die heb je altijd nodig, dus maakt eigenlijk geen reden uit. Ja. Dus dat. En dan het hart van elke game PC. En nee, dat is niet de CPU. De videokaart is het hart van elke game PC. De videokaart, en dat is in dit geval een super dikke 2080 Ti. Snelste RTX kaart van dit moment. En daarmee de snelste videokaart gericht op gamers van dit moment. Met een dikke cooler. Hij is dikker dan twee slots zoals je ziet. Normaal is een kaart zo dik, maar deze is dus een stukje dikker. Mooie backplate erop. En twee fans. Ik heb de case uit de doos gehaald. Zoals je ziet zit hij in zo'n slot Big Shopper. Dus je kunt die heel makkelijk uit... Of ja, makkelijk. Hij weegt heel veel. Dus zo makkelijk is het niet. Helemaal niet met mijn figuur. Stukje glas. Goed, Cooler Master H500M. Super bekende case. Volgens mij een van de duurste die ze maken. Komt natuurlijk door 1, 2, 3, 4 glazen panelen. Je kunt hier gaan voor dat gaas. Dan heb je betere airflow. Want dan krijgen die twee 200 mm RGB fans natuurlijk veel meer lucht. Maar je kunt ook gaan voor glas. En dan is je koeling iets minder, maar dan ziet het er wel een stuk vetter uit. Ik zou gaan voor glas, maar je mag het zelf weten. Even kijken of een van mijn sleutels past. Zo dan. Zo. Hey. Dat ik de case helemaal strip, dat heeft twee redenen eigenlijk. De eerste is dat die dan... Natuurlijk dat ik overal lekker bij kan. Dit hier hoef ik eigenlijk niet bij, maar ja, ik haal het toch eraf. Want dan wordt de case ook wat lichter. Door het glas wordt hij vaak heel zwaar. En nu heb ik eigenlijk alleen nog maar een stukje blik staan, als het ware. Dus nu kan ik hem wat fijner manoeuvreren. Dan krijgen we allemaal vrij standaard werk nu te zien. Dus je hebt in zo'n case heb je allemaal van die standoffs, zoals dat heette. Zodat het moederbord niet tegen het metaal komt en er kortsluiting ontstaat. Alleen Cooler Master installeert er maar 2. En er moeten er 9 in. Dus we moeten er nog 7 even indraaien. Normaal zou ik nu ook mijn I.O. shield installeren. Dat is dat ding wat hier zit. Wat zorgt dat dat mooi afsluit daar. Maar die zit al aan het moederbord vast, zoals ik jullie even kan laten zien hier. Dus die hoeven we nu niet te installeren. Goed, standoffs zitten erin, dus het moederbord kan erin. Zoals ik zei, I.O. Shield zit dan aan het moederbord vast, hoef ik niet te installeren. Nou, dan pak ik hier altijd even, dat verschilt natuurlijk per moederbord, meestal een heatsink of zo. Hou ik hem zo vast en dan stuur ik hem zo de goede kant uit. En dan zit hier meestal een standoff met een verhoging, waar die dan opvalt, of overheen valt. Maar ja, dat is ook eigenlijk alleen bij wat duurdere cases. Dan draai ik de
het moederbord vast. Dat zijn deze. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, schroeven zitten erin, dus het moederbord zit nu vast. Dus de case kan nu rechtop. En dan hebben we al een kleine indruk van hoe de PC eruit ziet. Natuurlijk nog lang niet compleet, maar ik vind dit toch altijd een mooi moment. Ik vind dit toch altijd een mooi moment in het bouwen van een PC als het moederbord eenmaal erin zit. En dan ga ik eerst altijd even, wacht, misschien kunnen we het beste even deze fan insteken eerst. Altijd even een header zoeken, want die zitten nooit op een vaste plek. Hier zit hij dan toevallig hier. Een sysfan header betekent system fan. Ja, wijs van zich, dit systeemventilator. En dan hebben we nog de front IO. Ik noem dat altijd zo, volgens mij heet dat helemaal niet zo, want volgens mij is dit allemaal front IO, maar ik noem dit altijd front IO. Dat zijn de aanknop, de resetknop en de power LED. Die moeten natuurlijk ook aangesloten op het moederbord, want het moederbord bepaalt of de PC aangaat. En ja, dat. Dus, die moeten ook aangesloten en die zitten altijd rechtsonder of in het midden, dat varieert ook weer per merk en zo. Hier is het rechtsonder en die header die heet meestal JFP1. Ik heb geen idee wat voor staat. Normaal ben ik altijd iemand die heel graag wil weten waar dat dan voor staat en wat dat dan betekent. Maar bij JFP heb ik er nooit bij stilgestaan, om heel eerlijk te zijn. Ga ik nu de koeler installeren en om de koeler te installeren kan ik dit bovenste paneel eraf halen. Zodat ik lekker uit buiten de kast kan werken. Om te beginnen maak ik het blok even klaar. Dan is dat al gedaan. En dan komt die zo om. Dus dan moeten de de kant die draait, dus dat is deze kant, hè, deze kant staat stil, zoals je ziet. De kant die draait, daar zuigt hij altijd lucht aan. Dus de kant die niet draait, daar blaast hij naartoe. Dus deze blaast zo. En we willen ook dat hij naar buiten blaast. Dus we gaan ze zo om monteren. En dit heet een push configuratie. Hij duwt lucht door de radiator heen. De andere optie is pull, dan trekt hij het door de radiator heen, maar push werkt beter. Zo, hè? Ja, dan moet hij zo om. Dan gaan we die zo vast pegelen. En zo. 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 En zo. Dan kunnen we die hier zo in hangen. En dan kunnen we die hier al doorheen steken. Zo. Maar, ik bedenk me iets. Ik kom dadelijk niet meer bij de CPU. Dus die steek ik even in voordat ik de koeler vastzet. Hier zijn we aangekomen bij de achterkant van de case. Doe altijd even niet alles helemaal aandraaien totdat hij erin geschoven zit. Want anders kan het zijn dat hij niet mooi op de bodem van de kast rust. Blijkbaar is Cooler Master ontzettend bang dat dat ding losgaat. Want ze moeten hem met 6 schroeven vastzetten. Ik vraag me echt af of ze dan een keer een prototype hadden van die kast. Dat hij met 4 schroeven vast zat of zo. Dat die toen een keer los is gegaan. Dat ze dachten, oh,
Vier schroeven is niet genoeg. We moeten daar 6 schroeven voor gebruiken. Dan is het nu tijd voor wat iedereen toch altijd wel een beetje spannend vindt. De koelpasta. En ik ga het gewoon doen. Ik krijg het ook niet terug. Dat doen wij zo. Zo. En het is eigenlijk... Het belangrijkste is dat je het in het midden doet natuurlijk. Dat je genoeg doet. Want het blijkt dus dat het niet uitmaakt als je te veel doet voor de temperatuur. Maar dat het wel uitmaakt voor als je te weinig doet. Dus je kunt beter iets meer doen, dat je dat zeker weet. Dan is het alleen wat meer poetswerk als je het een keer verwisselt of zo. Maar verder maakt het dus helemaal niks uit. Zet je die erop. Zo, alle dopjes zitten erop. En dan draai ik ze, zoals je vast wel eens eerder gezien of gehoord hebt, schuin tegenover elkaar vast. Dus zo, zo. Zo. En als laatste. Zo. Moeten we deze kabels nog even. Nou, dan is het nu tijd voor de videokaart. En dan kunnen we de PC afkabelen en dan zijn we klaar. Dus daar gaan we. Kaart klikt er eigenlijk gewoon altijd zo in. Deze moet open. En dan gaat hij zo erin. 2 schroeven. Zorgen dat die niet meer loskomt. Maar in deze case hebben we ook nog dit ding waarmee we hem nog een extra steuntje kunnen geven zodat hij niet gaat doorhangen. Dus dat is ook mooi. Die zet ik even vast. Zo. 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 Yes. En dan kunnen we zo de stroom aansluiten. Yes. Dat was hem. De kaart. Dus dan ga ik hem afkabelen en dan zie ik jullie zo terug. Nou, dit allemaal bij elkaar. Zo. Zo. Ja, dan zijn we bijna klaar. Ja, die hamer natuurlijk, hè. Goed, dit is hem dan. De Redux Gamer Extreme i250 met een i9-9900KF en een 2080 Ti en 32 gig werkgeheugen. Dus echt een beest. Like deze video als je een vervolg wil zien waar we hem aanzetten en testen. En laat het weten in de comments als je vindt dat we deze misschien wel heel mooi hebben gebouwd. Of als je het misschien wel ergens helemaal niet mee eens bent. Daar staan wij ook voor open. Abonneer als je meer wil zien en ik hoop dat ik je snel terugzie in een volgende video. Ik ben Gijs en wij zijn Redux Gaming. Dankjewel. Doei!